In 2011, juni of juli, ben ik begonnen met Stichting Zuurvernuiver. Stichting Zuurvernuiver is een speerpunt voor alle cannabis-gerelateerde ondernemingen die legalisatie van cannabis voor recreatieve en voor medicinale doeleinden voor het oog hebben. Ik vind het heel belangrijk dat het gelegaliseerd wordt, omdat het gedoogbeleid zoals het de laatste 40 jaar geweest is, gewoon failliet is en alleen maar gezorgd heeft voor een hoop ellende. Vooral de rechtspositie van kwekers is een groot probleem in dit gedoogbeleid. Ik heb goed gekeken naar het beleid in Amerika en hoe zich daar de boel ontwikkelt. En daar zijn het in bijna 29 staten is dat medicinaal geregeld. En ik dacht dat het een ludieke actie was om op dezelfde manier hier in Nederland een poging te doen om een legalisatieproject neer te zetten. Wietolie wordt gebruikt voor een hele grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Eigenlijk een hoop mensen die uitbehandeld zijn bij bijvoorbeeld pijnpolies, die hopen dat de wietolie ze toch iets verlichting biedt. Het wordt ook ingezet bij de bijverschijnselen van reguliere behandeling tegen kanker, zoals chemo. En daarmee kan je iets makkelijker met de chemo op zich omgaan. Dat kan hele nare bijwerkingen hebben. En zo zijn er nog veel andere toepassingen mogelijk. Epilepsie wordt CBD vaak voor ingezet. THC wordt ook vaak gebruikt voor het in slaap komen of het iets tot rust komen van de geest. Dus het heeft een hele brede inzetbaarheid. Het is in principe vanaf 18 jaar voor iedereen toegankelijk. Wel zeggen we altijd, overleg het gewoon met de arts en is het verstandig om gewoon met je dokter te blijven praten, ook al gebruik je de wietolie. Staan artsen er open voor? De ene wel, de andere niet. Het wordt steeds beter bespreekbaar omdat steeds meer mensen melden dat ze dit willen gebruiken. En ja, dan wordt de arts eigenlijk gedwongen om er een mening over te gaan geven en dat is eigenlijk ook de bedoeling. Het is een full spectrum extract. Dat betekent dat je het hele plantje stript van alle waardevolle cannabinoïden. Het is dus niet echt één bijzonder belangrijk product wat erin zit. Het is echt een combinatie van een heleboel verschillende cannabinoïden. Maar ook dat moet ik verwijzen naar de wetenschap, want die zal moeten bewijzen welk stofje het belangrijkste is en welk stofje het eigenlijk daadwerkelijk om gaat. We praten over zo'n 25 vrijwilligers die op dit moment actief zijn voor de Stichting Zuurvernuiver. Je hebt heel veel verschillende soorten wiet in de aanbieding. Voor ons is het op dit moment gewoon, omdat we het niet mogen kweken, zijn we afhankelijk van het aanbod wat donateurs aan ons beschikbaar stellen. Ik zou heel graag natuurlijk de eigen kweek in handen nemen, maar we hebben wel besloten om daartoe eerst een vergunning aan te vragen en te wachten tot de politiek mogelijkheden gemaakt worden om dat ook te doen. Het is denk ik op dit moment niet meer een kwestie wat ik wil, want het publiek bepaalt op dit moment hoe groot wij gaan worden. Er is ontzettend veel belangstelling voor en zolang er belangstelling is blijven wij hard doorwerken.